De brand is ontstaan op een dakterras. Buurtbewoners zeggen dat het een vuurpijl was. Maar officieel is de oorzaak van de brand niet bekend. Dag Henk, zou je hem voor ons open willen maken? Ik maak hem open voor jullie. Nou, dat is fijn. Terwijl heel Nederland feest in 2015 ingaat, branden twee Waardijkpanden tot de grond toe af. 13.000 schoenen gaan verloren. Hier was dan de doorgang tussen beide panden. Het kantoortje daarachter. Ja. Ik blijf het heel moeilijk vinden om hier te lopen. Hier liggen zoveel herinneringen. En hier ligt ook een heel belangrijk stuk van mijn leven. Waar ik als klein jongetje van 12 op zaterdagmiddag mijn vader ging helpen. Tot het moment nu dat ik als 51-jarige al een aantal jaren de verantwoordelijkheid en de naamgever van het bedrijf ben. Dat dringt pas later tot je door hoe ernstig dat het is. Ja, afschuwelijk vind ik het. Tranen in mijn ogen, want ik heb van jongs af aan ben ik naar school geweest op het Corinaplein. Ben ik er langs gelopen. En nou zie je opeens dat het helemaal weg is. Het is ongelooflijk. Hij kwam om 8:30, dus hij zegt zalig nieuwjaar. Ik zeg zo, jij bent vroeg. Ja, hij zegt, en de boel staat in brand in Alkmaar. Ik zeg, nou, dan moet ik even zitten. Ik zeg, nou, Bert, het dringt niet op me door. Het was een vreselijk. Met lood in de schoenen ben ik daar naartoe gegaan. Om dan op nieuwjaarsdagsmorgens om 8:30 daar te komen. Je moeder zei nog van, wat fijn dat je er zo vroeg bent. Ben je vroeg om nieuwjaar te wensen. En ik zei, nou, kom maar even zitten, want ik heb vreselijk nieuws. En dan denk je natuurlijk aan de panden, maar je denkt ook aan de inkomsten. Alles staat stil. En dan realiseer je dat, al zou je dus daarnaast een zaakje hebben, dat er geen goederen zijn, dat alles weg is. Ik heb het gevraagd aan Bert. Ochtends toen we wakker werden, toen we een half uur in ons bed hadden gelegen en we gingen weer opstaan, heb ik tegen Bert, wil je één ding vragen? We gaan nu weer aan deze dag beginnen. Ik wil één ding van je weten, voordat we eraan beginnen. Wil je door? Of wil je stoppen? En Bert zei nee. Zeker 100%, 1000% zeker weten. Ik ga absoluut door. Is het ook vanwege de lange familiegeschiedenis dat je dacht, ik kan er niet meer stoppen? Het speelt zeker mee, omdat ik niet degene wil zijn die in die doorlopende lijn van 167 jaar het breekpunt wil zijn. Dus we zaten even zo een kwartiertje. En even inwerken. Hij zegt, ik ga wel door. Nee. Heerlijk, man. Heerlijk. Trots. Ja. Dankjewel, Nancy. Oké. Ja. Nou, doe je best daar. Goed. Geen winkel, geen omzet. En dus hebben Bert en Noor vanaf 1 januari geen seconde stil.